Malam Khamis baru saja menerima isyarat sidang media oleh Datuk Seri Najib Tun Razak bersama Perdana Menteri Belanda dan juga turut hadir Menteri Kesihatan dan Duta Malaysia ke Belanda. Kita terus ke Amsterdam. Nederland en Maleisië zijn verenigd in rouw om de dood van vele landgenoten bij de crash van vlucht MH17. Van het verschrikkelijke ongeluk is bijna ondraaglijk. Voor Maleisië volgt deze ramp ook nog op het eerder verdwijnen van toestel MH370. Het Maleisische incasseringsvermogen wordt wel heel zwaar op de proef gesteld. Premier Najib Razak en ikzelf hebben zojuist gesproken over de nasleep van de ramp. En wij delen drie prioriteiten. Te weten, het terugbrengen van de slachtoffers en hun persoonlijke bezittingen. Het verkrijgen van helderheid over de toedracht, de oorzaak. En zorgen dat de daders hun gerechte straf krijgen. Nederland werkt nauw samen met Maleisië en Australië om deze doelen te bereiken. Op dit moment zijn 68 politiemensen uit Maleisië onderweg. 24 Maleisische experts werken in Hilversum mee aan de identificatie van de slachtoffers. We hebben ook specifiek gesproken over de problemen die de laatste dagen bestaan bij het verkrijgen van toegang tot de crashsite. Wij moeten er serieus rekening mee houden dat die toegang ook de komende dagen niet mogelijk zal zijn. Maar u kunt ervan op aan dat wij iedere dag opnieuw ons uiterste best zullen doen om de plek van de ramp te bereiken, zodat de experts daar hun belangrijke werk kunnen doen. De repatriëring van de slachtoffers heeft voor onze beide landen nog steeds de allerhoogste prioriteit. Zoals u weet draagt Nederland de internationale leiding over die repatriëring en het forensisch werk. Wij zijn het aan alle landen die slachtoffers betreuren bij deze ramp verplicht om dat werk zo snel mogelijk en zo zorgvuldig mogelijk te verrichten. Het is zeer verdrietig dat onze landen in rouw zijn verbonden. Tegelijkertijd is het bijzonder om te zien hoe onze landen elkaar in deze zware tijden weten te vinden en gezamenlijk werken om de slachtoffers thuis te krijgen. Ik geef nu graag het woord aan mijn collega Najib Razak. Thank you, Prime Minister. Ladies and gentlemen, like the Netherlands, Malaysia is in mourning. We mourn the loss of all 298 lives on board MH17. And as we watch the first bodies arrive in Eindhoven, our hearts reach out to the people of the Netherlands who have lost so much. The flags flying at half mast told their own story of the nations who lost their sons and daughters and of our determination to work together to bring them home. Malaysia stands with the Netherlands, with Australia, with all countries whose people have been lost. We stand together, united in grief, and ready to help however we can. Earlier, Prime Minister Rutte and I spoke about the continued military activity at the crash site, the inability of the international investigators to deploy across it, and the human remains that may still lie there. For the sake of the grieving families, it is imperative that all remains at the crash site are repatriated
as soon as possible. Every single victim must be given dignity and a decent funeral. Our other priority is to ensure the international investigators are given full and unfettered access to the site so that they may collect evidence and carry out their vital work. Only then we will be able to find out what happened to MH17. Only then we can achieve justice for the victims and their families. The conflict in eastern Ukraine may not be easily resolved, but the people on board that plane had no part in it. We ask there be an immediate cessation of hostilities in and around the crash site by both Ukrainian and separatist forces. We ask that all sides respect the lives lost and the integrity of the site so that the investigation may proceed. The long walk towards justice begins with this step. A team of 68 Malaysian police has arrived in Kiev today. They will work together with the Dutch and Australian teams to help secure access to the site. Malaysia fully supports the international investigation, and we are grateful to the Netherlands for their lead in the international team. Repatriating the remains of victims as fast as possible is a shared priority. Malaysian experts are already helping here in the Netherlands with a painstaking task of identification, and we stand ready to provide more assistance if required. On behalf of Malaysia, I'd like to thank Prime Minister Rutte and the Dutch people for all they have done and continue to do for the victims of this senseless and tragic act. Thank you. Itu tadi sidang media di Amsterdam untuk perkembangan nahas MH17 bersama Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga Perdana Menteri Belanda. Antara intipati yang disebut oleh Perdana Menteri, beliau berharap pengebumian yang penuh hormat dapat dijalankan buat mangsa. Selain itu, beliau turut mengharapkan supaya diberi akses kepada lokasi tempat kejadian, tempat terhempasnya pesawat MH17 untuk mengumpul segala bukti. Dan juga Datuk Seri Najib turut memberitahu, mengumumkan bahawa 68 polis dari Malaysia telah pun tiba di Kiev untuk bekerjasama dengan pasukan dari Belanda dan Australia.